Hey hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik een geboortekaartje maken voor een meisje. Alle materialen die ik hiervoor gebruik vind je terug in de beschrijving onder de video. Laat even een like achter en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Zet dan ook gelijk even de notificaties aan, zodat je geen enkele video meer mist in de toekomst. We gaan gauw beginnen. Zelf vind ik het prettig om eerst de figuurtjes te stempelen die ik denk nodig te hebben. Dat doe ik altijd met mijn stempelbuddy, zodat ik de stempels meerdere keren kan stempelen als dat nodig is. Net zoals nu. Ik gebruik een alcoholmarker vriendelijke inkt, omdat ik de stempeltjes zo ga inkleuren met mijn Copic markers. Het idee trouwens achter dit kaartje is een kleine scène met een moeder eendje en haar pasgeboren meisjes eendje. Het meisjes eendje is in bad geweest en had het grootste plezier en daarom ligt het water overal. De kleine eend is nog aan het nalekken terwijl mama eend haar zo gaat afdrogen naast de badkuip. En natuurlijk is moeder eend nog steeds gek op haar kleine nieuwe eendje, ondanks alle troep. Na het stempelen maak ik mijn stempeltjes altijd gelijk schoon met mijn stempelreiniger. Daarna veeg ik de stempels af met een droge doek en zijn de stempels weer perfect schoon. Als je de inkt te lang laat zitten, bijt de inkt in de stempels en verkleuren je stempels. Ik vind dat persoonlijk heel zonde. Verder weet ik niet of dit schade aanbrengt aan je stempeltjes. Maar goed, terug naar de kaart. Om een special effect toe te voegen aan de kaart gebruik ik vellum voor de zeepbellen. De zeepbellen stempel ik met doorzichtige inkt, zodat ik de randen van de zeepbellen kan heat embossen met witte embossingpoeder. Als ik aan de slag ga met embossingpoeder, zorg ik ervoor dat mijn heatel al aanstaat op het moment dat ik ga stempelen. Dan kan de heatel goed opwarmen en tegen de tijd dat ik de tool dan moet gaan gebruiken, is hij goed heet. Dat zorgt ervoor dat de poeder snel smelt en het papier, in dit geval de vellum, niet zo erg gaat bobbelen. Normaal gesproken gebruik ik voor het stempelen eerst mijn anti-sterk poeder tool om de plakkerige stukken van het vellum te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat de embossingpoeder alleen op de gestempelde stukjes blijft plakken. Nu alle figuurtjes gestempeld zijn, ga ik aan de slag met het inkleuren met Copic markers. Ik vind het prettiger werken om eerst te kleuren en dan pas te die-cutten, omdat ik de figuurtjes dan beter kan vasthouden. Ik gebruik over het algemeen twee verschillende kleurtjes Copic markers in één figuurtje. Ik kleur het hele figuurtje eerst met de lichtste kleur om het papier klaar te maken. Dan breng ik schaduw aan met de donkerste kleur en tenslotte blend ik alles weer uit met de lichtste kleur. Ik vind dit de prettigste manier van werken. Echter, ik ben niet goed in kleuren met Copics, dus dit stukje slaan we verder even over. Ik ga me nu eerst focussen op de eerste achtergrond, want het kaartje zal drie achtergrondjes krijgen. Het eerste achtergrondje bestempel ik met het badeendje van de Rub-a-Dub-Dub stempelset en het hartje van de Swan Soiree stempelset met lichtgrijze inkt. En dan stempel ik het hier en daar op de kaart, zodat het een beetje verspreid is en dat de stempeltjes variëren van richting. Dat zorgt ervoor dat het een soort patroonpapier lijkt, terwijl dat het eigenlijk niet is. Maar goed, dit idee had ik van iemand gezien op Facebook en ook via YouTube had ik haar filmpje bekeken. Onder in de omschrijving en boven in het scherm vind je een link naar de betreffende video. En echt, zij heeft me echt geïnspireerd om deze kaart te maken. Dus, dankjewel voor de inspiratie. Om net even wat meer detail aan te brengen aan het achtergrondje en wat kleurverschil te creëren, kleur ik de hartjes in met twee rode Copic tinten. Ik gebruik dezelfde techniek als bij de stempeltjes. Eerst de lichte kleur, dan schaduw met de donkere kleur en alles weer blenden met de lichte kleur. Ik gebruik voor dit kaartje geen markerpapier, maar gewoon papier. En dat zorgt ervoor dat de inkt uitloopt. En daar baal ik enorm van. Gelukkig valt de schade uiteindelijk mee, maar dat is wel een tip voor mezelf voor de volgende keer en dus ook voor jullie. Gebruik markerpapier als je aan de slag gaat met Copic markers en doe het dus niet op een gewoon normaal papier, zeg maar. Ook voor dit extra detail aan het achtergrondje werd ik geïnspireerd door dezelfde persoon als die ik net gelinkt heb. Nogmaals super bedankt voor deze leuke inspiratie. Want dit kleine beetje extra door roze inkt aan de zijkant van het papier te laten,
doorschijnen, binnenkomen, hoe moet je het noemen, heb je echt een superleuk extra detail aan de kaart. En is het ook gelijk duidelijk dat het voor een meisje is. Je kan het natuurlijk ook in het blauw doen. En alles wat ik zo meteen aan de zijkant ga blenden, kun je in het blauw doen. En dat geeft echt een superleuk extra detail. En met blauw kun je dus ervoor zorgen dat het een jongenskaart wordt, terwijl je wel dezelfde materialen gebruikt. Buiten het filmen om heb ik een stitched rechthoek uitgesneden met mijn die-cut setje van Carlijn Design. Dit wordt het tweede achtergrondje van de kaart en deze is net even wat kleiner dan de basiskaart waar we net mee aan de slag zijn gegaan. Ook dit achtergrondje geef ik een roze tintje langs de zijkanten met mijn Memento inkt en blending tool. Ik zorg er trouwens wel voor dat ik op mijn karton start met draaibewegingen maken zodat de inkt minder intens is en daarna ga ik pas over het randje van de kaart heen. Ook deze die-cut heb ik buiten de camera omgesneden. Hiervoor heb ik een cirkelsetje gebruikt van Nelly's Choice. Opnieuw breng ik een roze randje aan de zijkant aan. Dit is het laatste achtergrondje voor de kaart en tevens de basis voor het maken van de badkamerscène. De drie kaartjes bij elkaar geven echt een superleuk effect, maar dat ga je zo meteen zien. En zo meteen is dus eigenlijk nu al. De rechthoek plak ik op met vloeibare lijm, zodat ik nog wat kan schuiven mocht dat nodig zijn. De rechthoek plak ik op het oog, goed in het midden. En doordat ik vloeibare lijm gebruik, kan ik dus nog wat schuiven, als dat nodig is. Om dimensie aan de kaart te geven, plak ik een cirkel op met dubbelzijdige foamtape. Toen ik de cirkel had opgeplakt, besefte ik me echter dat ik beter een dubbele laag foamtape had kunnen gebruiken. Want deze foamtape is echt heel dun. Je ziet hier namelijk weinig verschil mee en in mijn ogen dus eigenlijk te weinig verschil. Maar goed, voor deze kaart is het daar dan weer te laat voor. Nu de basis helemaal in elkaar zit, wordt het tijd om de scène in elkaar te gaan zetten. En dit vind ik echt altijd het leukste deel van de kaart maken. Ik start met het opplakken van het plas water, omdat dit eigenlijk een beetje de basis vormt van de kaart. En dat is de verste achtergrond van de kaart. Dus die moet ik eerst plaatsen. En om de precieze hoogte te kunnen inschatten, plaats ik ook even de badkuip en de moedereend op het kaartje. Zodat ik heen en weer kan schuiven en de hoogte van de waterplas helemaal kan inschatten. Daarna zie je me aan de slag met een doek. En daarmee probeer ik de lijmresten weg te vegen die onder de waterplas zijn uitgekomen. Doordat ik dus steeds aan het schuiven was. Het droge doek kreeg ik dus niet alles weg van de lijmresten. En daarom heb ik mijn Creative Detailer erbij gepakt. Het klinkt echt heel fancy, maar eigenlijk is het in mijn ogen gewoon een elektrische gum. Voor het weghalen van lijmresten werkt het in ieder geval echt perfect. Het poetje wil ik uit het sop laten komen, dus daarom heb ik mijn snijmesje en snijmand erbij gepakt. Dit is gewoon een Stanley mesje, verder niks bijzonders. Met het mesje snijd ik langs de rand van een van de bubbels, zodat er een soort gleuf ontstaat, waar dan het bootje perfect in past. Het lijkt daardoor net of het bootje door het sop omhoog komt drijven. Naast de plas is natuurlijk de badkuip een centraal punt op de kaart, dus deze ga ik nu vastmaken. Om wat extra diepte te creëren gebruik ik foamblokjes. Ik zorg er wel voor dat ik geen blokjes achter het vellum plak, omdat je dit door het vellum heen kunt zien. Daarna plak ik voor het kleine eendje het waterplasje dat hij, of eigenlijk zij, heeft gecreëerd door het uit te lekken buiten het bad op met vloeibare lijm. En met foamblokjes plak ik het baby eendje daar weer bovenop. Het plasje had ik bij nader inzien iets verder naar beneden moeten plaatsen. Maar ja, hè, ook daar is het nu te laat voor. En eigenlijk vind ik het wel prima zo. Ik vind het een hele leuke kaart geworden. Maar goed, terug naar het kaart maken. En toen waren mijn foamblokjes dus op. Dus ik moest even naar de winkel tussendoor. Weer nieuwe foamblokjes rijker kon ik verder met de kaart. Tot de helft van de moeder eend plak ik foamblokjes en de bovenste helft plak ik vast met vloeibare lijm. Dat doe ik op deze manier omdat het bovenste gedeelte van de eend voor de badkuip geplaatst wordt. Daar zit dus al dimensie achter doordat we de badkuip al met foamblokjes hebben opgeplakt.
Voor wat verdere versiering plak ik de zeepfles en het roze zeepje nog op om de scène wat meer detail te geven. En omdat het op de achtergrond is, gebruik ik daarvoor gewoon vloeibare lijm. En om de voorkant dan verder helemaal af te maken, gebruik ik mijn precisie lijmpen om achter het geëmboste deel van de zeepbellen lijm toe te voegen. En de zeepbellen hier en daar op de kaart op te plakken. Ook hier hou ik er rekening mee dat de lijm zichtbaar is door de vellum heen. Dus ik gebruik echt alleen lijm achter het geëmboste deel. Toen besefte ik me ineens dat ik nog een tekst miste. Ups. Maar gelukkig was daar nog ruimte voor onder de scène. Met doorzichtige inkt stempel ik de tekst Welcome Little One en daar strooi ik roze embossingpoeder overheen. Dit keer bedacht ik wel van tevoren om de anti-static poeder te gebruiken. Het papier was wel iets beschadigd, dus met een klein kwastje heb ik het embossingpoeder dat er te veel was weggehaald. Dat werkt dus ook prima met zo'n klein kwastje, maar met zo'n poedertool, dat werkt echt heel fijn. De heattool heb ik weer voorafgaand aan het stempelen aangezet om op te kunnen warmen. Ik vond de tekst nu niet heel goed zichtbaar, dus met een dunne fineliner voeg ik met zwart wat schaduw toe aan de letters, zodat de tekst beter leesbaar wordt. Aan het begin van de video gaf ik al aan dat ik het verkeerde papier had gebruikt voor het kleuren van de achtergrond. En dat is nu dus ook zichtbaar aan de binnenkant. De inkt is helemaal doorgedrukt aan de binnenkant van het kaartje. Gelukkig niet helemaal door naar de rechterkant. Maar goed, het is gelukkig heel makkelijk op te lossen door printpapier op te plakken met vloeibare lijm en de overhangende resten af te knippen. Om de kaart één geheel te maken heb ik besloten om alle zijkanten van de binnenkant ook met de roze inkt te bewerken. Ik gebruik hiervoor gewoon dezelfde techniek als net, dus vanaf het karton langzaam met draaiende bewegingen naar de kaart toe. Vervolgens voeg ik met mijn stempelbuddy nog een tekstje toe, dat is de tekst A New Baby to Love. En met mijn T-liniaal heb ik ervoor gezorgd dat het tekstje perfect recht ligt. Voor een laatste detail aan de binnenkant stempel ik nog 3 roze hartjes links onderin. De voorkant vond ik toch nog iets missen, dus met doorzichtige glitterlijm geef ik de zeepbubbels een klein beetje shine. Ik vind het een leuke maar subtiele laatste toevoeging van de kaart. Buiten de schermen om trouwens, heb ik ook de achterkant van de kaart nog bewerkt met een roze rand, zodat het kaartje echt één geheel wordt. Zowel aan de buitenkant helemaal, als aan de binnenkant. Dit is dan het eindresultaat. Ik hoop dat deze kaartje heeft geïnspireerd. Als je deze video leuk vond, laat dan even een like achter. En vergeet je niet te abonneren als je geen enkele video meer wilt missen in de toekomst. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei doei!